Een gedetineerde die in een cel zat in de Van Mesdag kliniek is gisterenmiddag gewond geraakt bij een brand. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat er sprake was van een brand in een cel werd er uitgerukt met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Bij aankomst had men het vuur snel onder controle. In de cel bleek de gedetineerde nog aanwezig te zijn. Die had veel rook ingeademd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.